Het voormalige politiebureau in Haven is nu officieel het eerste gemeentelijke monument in Almere. Het pand kreeg een schildje op de gevel. Dat werd vanochtend onthuld door wethouder Hilde van Garderen van Kunst en Cultuur. Een gemeentelijk monument is een bouwwerk dat beschermd wordt vanwege bijzondere cultuurhistorische of architectonische waarden. Het is een heel markant gebouw. Het is ook ontworpen door, niet de eerste de beste, door Rem Koolhaas. Het was ook een van de eerste panden in Almere, Almere Haven, het oudste stadsdeel. En dan meteen een pand ontworpen door zo'n architect. Ik heb me overigens wel eens laten vertellen dat hij het zelf helemaal niet zo'n geslaagd project vond. Maar goed, het is wel het eerste gerealiseerde project van Rem Koolhaas en het staat in Almere Haven. Begin dit jaar werd het gebouw door de gemeente Almere aangekocht. Daarna heeft het college van burgemeester en wethouders het pand aangewezen als het eerste gemeentelijke monument. Het wordt gebruikt voor allerlei bijeenkomsten, maar ook de mensen van het Havenverbond, de mensen die bezig zijn met de stedelijke vernieuwing, dus van de woningbouwcorporatie, zorggroep enzovoort, komen hier geregeld bijeen. Havenaren, van harte welkom om mee te praten over de toekomst van hun stadsdeel. Er zit hier ook een tijdelijke culturele broedplaats in. Nou, ik zou vooral iedereen willen oproepen, ga gewoon een keertje kijken. De onthulling van het monumentenschildje op het voormalige politiebureau gebeurde op de Landelijke Open Monumentendag. Die wordt ieder jaar gehouden in het tweede weekend van september. En dan openen duizenden monumenten in het hele land hun deuren voor het publiek.